Je staat er 's ochtends mee op en je gaat er 's avonds weer mee in bed. Pijn in nek, schouders of rug. De eerste paar weken heb je misschien zoiets, nou, dit gaat misschien nog over. Maar gaandeweg heb je zoiets, er moet even een specialist naar kijken. Je bent therapeut naar therapeut geweest, je hebt onderzoek naar onderzoek gehad. Maar er is geen duidelijke aanleiding waarom jouw lichaam zich zo bedreigd voelt. Je krijgt uiteindelijk de diagnose chronische pijn. Er is eigenlijk geen concrete oplossing voor. Er is geen specifieke plek. Veel wordt het bestreden met of een psycholoog of met medicatie. Je leent niet zo snel meer een uitstapje ergens heen. Omdat je weet, als ik langere tijd moet lopen, krijg ik pijn in mijn rug. Je ziet dus ook dat pijn is eigenlijk een bescherming. Dus op het moment dat ik mijn hand naar het vuur breng, ervaar ik pijn. Als ik een reactie trek ik mijn hand terug. Als ik dan vervolgens kijk, is er geen schade. Er zit geen gat in mijn hand en de pijn is al relatief snel weg. Dus op het moment dat jij dat nog een keer dreigt te doen, dan weet jouw brein al, hey, dit herken ik. Ben je nu eventueel al sneller afgeremd omdat jij weet wat er gaat gebeuren. Er kunnen allemaal factoren zijn waardoor jouw lichaam als geheel, daarom zei ik lichaam en geest is één, als geheel zich bedreigd voelt. En dat is de factor waar we als vitaliteitstherapeut kunnen werken. Dat als geheel zien. Wat zorgt ervoor dat jouw brein die bedreiging ervaart. Dus dat jij structureel met je handen aan het vuur gaat. Dus dat jij structureel in dezelfde houding zit. Alleen praten over pijn, dat is al fijn. Dat betekent dat je dingen kunt delen. Maar ik zou dat graag naar een next level willen brengen. Next level wil zeggen dat je ook dan volgens het lichaam laat ervaren dat je ook minder bedreiging hoeft te hebben. Dat je het lichaam leert minder snel het alarm te laten afgaan. Elke cel in jouw lichaam moet minder bedreigd voelen. Bewegen is daar het middel in. Jezelf in een situatie brengen met bewegen die misschien pijnlijk, vermoeid of angstig kan zijn. Die juist je lichaam als bedreiging ervaart en dat heel gedoseerd kunnen opbouwen. En ook bewegen kunt gebruiken om bijna pijnstillend te laten werken. Maar wel op het juiste niveau. En hetzelfde met voeding. Is voeding te gebruiken om weer een juiste relatie te hebben met voeding. En op een juiste manier in te zetten en gevarieerd om je lichaam te voeden. Maar ook slaap en je lichaam de mogelijkheid geven om tot rust te komen. Het deelgenoot maken dat je niet de enige bent is wel een belangrijk deel. Maar een tweede is, hoe ga je werken dat jij toch weer op een humane manier toch kunt delen met mensen die jij waardevol vindt of belangrijk vindt in jouw leven? Hoe doe je dat? Welke stap zet je? Hoe leer je jezelf weer om die stap te maken? Om in elk geval minder die eenzaamheid te voelen. En dan heb je misschien nog steeds die pijn, maar je voelt je wel minder eenzaam. En dat, als je mensen daarin kunt helpen, ja, dan heb je de mooiste baan op de wereld, denk ik dan. Nou, op het moment dat je niet zeker weet of de klachten die je hebt echt behandeld kunnen worden, is het natuurlijk gewoon altijd de moeite waard om het een keer te proberen. We hebben iedere woensdag van 11 tot 12 een gratis inloopspreekuur voor vitaliteitstherapie. Waarin we eens gezamenlijk kunnen kijken wat een vitaliteitstherapeut voor je kan betekenen. Of een afspraak te plannen voor een intake. Op het moment dat de intake niet datgene is wat je verwacht had, krijg je na die tijd je geld terug. Op het moment dat het niet datgene is wat je zoekt.